Hey, toppers! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. En ik ga een lekkere rant houden vandaag voor je. Dus als je een lekkere schop, in ieder geval een schop onder je kont kunt gebruiken, dan zet je schrap, want er komt wat lekkers aan. Ik krijg namelijk één vraag heel erg vaak. Voor meerdere programma's op meerdere vlakken. En dit is gewoon de vraag. Hoe blijf je gemotiveerd? Dat krijg ik in DM's binnen. Die krijg ik in interviews heel vaak gesteld. Hoe blijf je gemotiveerd? Hoe kun jij nou altijd met zoveel energie, zoveel content outputten? Hoe blijf je gemotiveerd? En ik ga je nu meteen een hele vraag stellen. Hoe de fuck kan het dat je niet continu gemotiveerd bent? Hoe? Dan doe je iets fout. Als je niet continu gemotiveerd bent, doe je iets fout. Hoe kan het dat je niet gemotiveerd bent? Waar ligt dat aan? Of het nu over het ondernemerschap gaat, je eigen business opbouwen, andere reis die je aan het volgen bent, of je probeert af te vallen. Hoe kun je nou niet gemotiveerd zijn? Als je niet gemotiveerd bent, doe je iets fout. Op het moment dat jij namelijk gaat focussen op de reis en de reis gruwelijk leuk maakt, en that's what it's about, en daar ga je op focussen, en dat is je dominante intentie elke dag opnieuw, dan kun jij niet anders dan super gemotiveerd zijn continu. Er is letterlijk in mijn 10 jaar ondernemerscarrière nu geen moment geweest dat ik niet gemotiveerd ben geweest. Nooit, gewoon niet. Ik kan me dat niet herinneren. Ik kom net terug van een week vakantie en tijdens de vakantie jeukt het me aan alle kanten. Daar ga ik ook gewoon super eerlijk over zijn. Het jeukt me aan alle kanten, omdat ik van alles wil doen, allemaal ideeën heb, heel erg wil uitvoeren. Ook op dat moment met mijn gezin wil zijn en die rust wil pakken. Dus dat doe ik ook. Maar het jeukt ook. Omdat ik zo'n zin heb om weer door te pakken. Om weer verder te gaan. Om weer te gaan spelen. Om te gaan proberen. Om te gaan experimenteren. Om door te pakken. Ik vloek vandaag heel veel. Om fucking grootheid te gaan creëren. Omdat het zo fantastisch is. Kijk eens in welke tijd dat we leven. Deze tijd van het internet. Als je kijkt naar je ouders of je grootouders. Die hadden deze kansen niet. Zoveel ondernemers die zeuren dat het zwaar is, dat het moeilijk is, dat het niet snel genoeg gaat. Zijn uit het veld geslagen als niet genoeg mensen ja zeggen tegen iets wat ze organiseren of wat ze aanbieden. Damn, kijk eens wat voor geluk je hebt dat je al überhaupt de keuze hebt gemaakt. Nou, geluk is niet het goede woord, want dat creëer je zelf. Maar aan de andere kant, wel een stukje geluk. Ben eens dankbaar. Geluk is misschien toch niet het goede woord, maar ben eens dankbaar voor het feit dat je in deze tijd leeft, dat dit mogelijk is, dat het internet er is. Dat je letterlijk vanuit je huis een succesvolle business kunt opbouwen. Dat dit mogelijk is. Je kunt de hele dag een bed liggen als je wil. Je kan e-mails beantwoorden. Je kan zelfs vanuit bed kun je video's maken. Of dat super interessant is, weet ik niet. Maar je kan alles, en je hoeft niet eens video's te maken om succesvol te zijn, daar gaat het niet om. Maar je kunt gewoon alles doen vanaf je telefoon. Het internet maakt zoveel mogelijk voor ons. En ik vind dat we daar alleen al ontzettend dankbaar voor moeten zijn. Een business opbouwen voor je ouders, voor je grootouders, was een heel andere. Dan was het, dan, dat internet was er niet, dus het moest offline. Je kan daar een debat over voeren of dat moeilijker zou zijn geweest of minder moeilijk. Ik zeg, als je kijkt naar de kansen die er nu liggen, de wereld ligt aan je voeten. Er is er nooit een tijd geweest, de tijd dat het zo makkelijk was om succesvol te zijn online als nu. Dus hou op met die vraag te stellen, hoe blijf je gemotiveerd? Stel jezelf dan deze vraag, hoe kan het in godsnaam dat ik niet gemotiveerd ben? Dan doe je iets fout. Wat doe jij fout? Wat mag anders? En fout is niet met de vinger wijzen en hè, je bent schuldig, helemaal niet. Maar ga jezelf de juiste vragen stellen. Hoe mag het anders? Hoe kun je dit fun maken? Hoe kun je nog meer je eigen pad volgen? Hoe kun je nog meer in dat vertrouwen stappen? Hoe kun je nog meer gaan genieten van het spel? Wat zijn die stappen die jij mag nemen? Het mag niet zo zijn dat jij het 's ochtends zwaar vindt om uit bed te komen. Dat je continu overweldigd bent. Dat je de hele tijd baalt, uit het veld geslagen bent. Dat je onzeker wordt, dat mensen niet genoeg ja zeggen. Of dat je het zeer vergelijkt met anderen. Je doet iets fout. Daar is echt werk aan de winkel. Je mag veel meer stappen zetten. En het zit echt op stappen in persoonlijke ontwikkeling. En dat is waar ik het heel vaak over heb. Creëer die winnaarsmentaliteit. Creëer die succesmindset. Succes en mindset is naar mijn mening echt, en dat spreekt Tony Robbins ook altijd over, 80% van het succes. En ik geloof daar zo in. Ik kan dat zo beamen. Het creëren van een supersterke mindset creëert letterlijk elke dag dat jij
geniet van het spel. Dat je weet waar je naartoe aan het werken bent. Dat je vertrouwen hebt in jezelf. Dat je die fuck-it mentaliteit hebt naar de wereld om je heen. Ja, mensen zullen een mening hebben. Ja, mensen gaan nee tegen je zeggen. Nou en? Jij bent hier om te spelen. Het is jouw leven. Het zijn jouw dromen. Het zijn jouw verlangens. Ga ze waarmaken. Ga halen wat van jou is. De tijd is nu. De wereld ligt aan je voeten. Je kunt nu een stapje zetten. Snelheid is je beste vriend. Het dan is better than perfect. Gooi ze maar even allemaal erin. Maar het is wel zo. Come on. Als je dit nu moet horen, alsjeblieft, dan laat dit een liefdevolle schop onder je kont zijn. Trap jezelf eventjes onder je kont. Je laat goud liggen. Als je verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. Abraham Hicks, die voel die alsjeblieft. Ga niet lopen miepen over hele kleine dingen. Zie dat einddoel, die stip op de horizon. Weet waar je naartoe gaat en zet elke dag een stapje. En vooral geniet van het proces. Dat maakt dat je gemotiveerd blijft. Je weet waar je het voor doet, maar je geniet van de reis. Het is zo cliché, maar het is zo waar. En zo weinig mensen ownen dit, omarmen dit echt, voelen dit echt. Het gaat om de reis. Het gaat, ook als je wil afvallen, ook als je uit een relatie komt en je bent helemaal, en ook hier spreek ik uit ervaring, je bent gebroken mentaal. En je hebt letterlijk pijn in je hart en je bent verdrietig. En dan nog kan ik dit nu uit ervaring zeggen, als je gaat genieten van de reis naar building yourself up en het worden van de beste versie van jezelf en aan die persoonlijke ontwikkeling gaan werken, aan het stukje zelfliefde werken, onvoorwaardelijke zelfliefde. En je kan genieten van die reis, je kan dat leuk maken voor jezelf, hoef je je nu niet meer down te voelen. Je hoeft je niet slecht te voelen. Je hoeft niet bang te zijn om in een burn-out terecht te komen. Je hoeft niet bang te zijn dat dit lang gaat duren. Het is een keuze. En daarmee zeg ik niet dat het er niet mag zijn. Natuurlijk, jij mag dat voelen. Je mag, ga vooral door dat gevoel heen. Voel de gevoelens die je nodig hebt om te voelen. Want dan ga je er ook het snelste doorheen. En dan kan je ook weer het snelste dit doen. Maar het is allemaal een keuze. Geef iets of iemand niet de schuld van je huidige situatie. Neem die 100% verantwoordelijkheid. Own your own shit. En ga vol voor je dromen. Echt letterlijk. Ik voel dat zo diep. De wereld en het succes dat je verlangt, het ligt aan je voeten. Maar je moet het wel gaan halen. Hou op met zeuren. Hou op met miepen. Hou op met je druk maken om dingen die totaal niet belangrijk zijn. Wat een ander van je vindt en wat een ander over jou zegt, is totaal niet belangrijk. Wat vind jij van jezelf? Wat is jouw verlangen? Ben jij trots op jezelf? Ben jij blij met jezelf? En zo niet, ga daaraan werken. 100% oké zijn met jezelf en jezelf super goed kennen is zo ontzettend belangrijk om elke dag vanuit fun and ease en dat stukje joy meepakken. Elke dag een stapje te zetten in de richting van je dromen. Dat is de reis. En dat is wat jou 's ochtends uit bed zou moeten laten springen. Dat is hoe je gemotiveerd blijft. Welke reis je dan ook maar maakt. Jij kunt dit. Dit succes is voor jou weggelegd. Je hebt het in je. Je hebt het verlangen. En dan betekent het dat je het kunt bereiken. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, schop jezelf. En do it. It's all about inspired action. En je weet wat je mag doen. En ook als je het eng vindt, dan weet je wat je mag doen. Zorg dat je je eigen grootste fan bent. Dat mag jouw motivatie zijn. Elke dag opnieuw. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Oké. Laat deze rant even binnenkomen. Echt, als je nog eens moet luisteren, dan doe dat. Als je heel erg pist nu op mij bent, dan mag dat. I don't care. Ik hoop dat er één iemand is die dit moest horen vandaag. Als jij een verlangen hebt, betekent het dat je het kunt bereiken. Maar je moet nu gaan halen wat van jou is. Hou op met miepen, hou op met zeuren, hou op met jezelf klein houden. Hou op met moeilijk doen, hou op met in je hoofd zitten. Ga gewoon een stapje zetten. Het is niet zo moeilijk, je maakt het moeilijk. Hebben we een deal? Oké, dus hoe blijf je gemotiveerd? Maak het leuk. Laat het gaan om de reis, laat het gaan om het spel, laat het gaan om je groei. Dat maakt het je elke dag letterlijk, en ook hier spreek ik weer uit ervaring, uit je bed springt om aan de slag te gaan. Man, het is fantastisch om ondernemer te zijn. Het is fantastisch om persoonlijk te groeien. Het is fantastisch om in dit tijdperk te leven. Voel dat en ben daar eens dankbaar voor. Veel meer dan dat je nu bent. De wereld ligt letterlijk aan je voeten. Oké, go, go, go.
Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je morgen weer. Muah.